harder. Eerlijk is eerlijk, deze is mooier. Ja? Ja. Dat en hier zit echt kijk. Een bicycle kick, zeg maar, in. Ja. Snap je wat ik bedoel? Was dus in lifetime. Eerst dat ene been en dan echt. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Geweldige ja. goal. Ja. We zullen hem zelf eens vragen. Pa, was dit jouw mooiste ooit? Dat mag je gewoon één keer en dan mag je nooit meer. Nooit meer. Maar jij hebt in Canada ook nog een keer een omhaal gemaakt, geloof ik, of niet? Nee, in Canada niet. Nee? Maar ik heb wel een... ik heb niet hetzelfde gemaakt. Dat was tegen Excelsior. Oké. Okay. Maar dit was dus jouw mooiste goal. Je microfoon viel even weg. Maar is dit nou even officieel jouw mooiste goal ever in jouw carrière? Jazeker. Dat is dat duidelijk. Je bent een jaar of 5 geleden ben jij gestopt met voetbal. En vervolgens was je eigenlijk de afgelopen periode bij je coach geweest. Bij het voormalig FC Dallas, dus North Texas. Maar ik zag op jouw Twitter-pagina dat jij per 1 oktober daar niet meer trainer bent. Hoe zit dat? Ja, we hebben de seizoen is afgelopen hier op MLS Next Pro. En ik wil een nieuwe uitdaging. Kijken of ik in MLS aan de slag kan. Dus daarom hebben wij besloten om niet verder met elkaar te gaan. Snap ik. Hey, en jij zei bij je afscheid van Roda dat je daar lange tijd hebt gespeeld. Je zei dat was ook een van de mooiste periodes als voetballer. Dat je dan ook graag nog wel een keer terug zou willen komen. Speelt dat dan nu weer? Zou je dat mooi vinden om weer eens terug naar Limburg te komen? Ja, inderdaad. Ik vind altijd Roda een mooie ploeg. Daar heb ik mijn beste jaren gehad als voetballer. 7 jaar lang daar. Mooie dingen meegemaakt met mensen, met supporters en ook met bestuur. Arnold was een soort van mijn tweede vader toen ik bij Roda was. Arnold Hendricks. Dus, Arnold Hendricks, ja. Ja, Arnold Hendricks. Dus als ik terug kan komen en die club helpen, ja, dat zal ik altijd willen doen. Maar ik denk dat nu dat zij rustig aan het bouwen. Dus als het ooit de tijd komt, willen wij nooit nee zeggen. Nou, mooi man. Dan ben je ook van harte welkom om hier aan tafel nog een keer aan te schuiven. Dan kunnen we die omhaal van jou nog één keer tot slot analyseren. Dankjewel voor je tijd en we spreken elkaar snel weer. Pa Maduka, dankjewel. Ja, graag gedaan. Top man. Dankjewel.